Ik weet wat jullie denken. Dennis, ruim godverdomme uw kamer op. Dit is mijn eerste Call of Duty video in 2015. En ik wil jullie allemaal even bedanken, want jullie hebben zeker mijn jaar van 2014 gemaakt. Ik heb eigenlijk een doel gesteld en dat is toch wel de 5000 of de 10.000 abonnees behalen dit jaar. Ik wil de 5000 of de 10.000 abonnees behalen. Ik wil de 5000 of de 10.000 abonnees behalen dit jaar. Hier zitten we dan, 1 jaar later, eigenlijk 1 jaar later min 1 dag, want dat was op 1 januari gepost, de beelden dat je net zag. Inderdaad, daar heb ik gezegd dat ik een doel had gesteld om 5000 tot 10.000 abonnees te behalen dit jaar op YouTube. 10.000 is dus eigenlijk net niet gelukt. Ik denk dat als het zo blijft doorgaan de laatste dagen, want ik groei de laatste dagen redelijk wel wat, dan haal ik normaal 10.000 volgende maand. En wie weet, nou waar gaat dat dan? Hoe gaat het dan stijgen? Dat weet ik zelf niet. Ik kan de toekomst niet voorspellen. Ik denk niet dat heel veel mensen de toekomst kunnen voorspellen. Kan van alles. Natuurlijk wil ik jullie allemaal bedanken voor te abonneren, te kijken, heel het jaar door. Ik weet dat ik niet de beste uploader ben. Ik ben vaak afwezig. Met reden dat mijn school beter moest dit jaar. En ik ben op de goede weg. Maar het jaar is natuurlijk nog niet voorbij, dus we gaan zien hoe dat verder gaat. Dit jaar was natuurlijk fantastisch. We hebben e-sports festival gehad, we hebben Gameforce gehad. We hebben vorig jaar ook Gameforce gehad, maar dit jaar Gameforce was onvoorstelbaar. We hebben ook de meetings gehad, de Belgische YouTube Gathering, de meet and greet in Parkspoor Noord. Op zo'n evenementen besef je pas hoeveel mensen dat er eigenlijk naar u kijken, een beetje naar u opkijken. En dat geeft inderdaad wel een motivatie om toch verder te gaan, toch verder uw channel uit te bouwen, toch elke keer nog video's te blijven uploaden voor degenen die er echt wel iets uithalen. Een beetje steun, een beetje plezier, wat dan ook. YouTube België is in 2015 eigenlijk enorm gestegen. Kijk naar Castiop, 80.000. Kijk naar Acid, 86.000. Kijk naar Ryan Unagis, ook rond de 80.000, die is ook enorm hard aan het stijgen de laatste dagen. Zonder jullie zou deze community niet zijn wat dat ze nu is. En ja, natuurlijk ook niet zonder ons, want maar jullie kijken natuurlijk. Zonder ons en jullie is er natuurlijk niks, dus het is een beetje een relatie tussen kijker en videomaker. Ik weet niet goed naar waar ik toe wil in deze video, maar ik wil jullie vooral bedanken voor 2015. Het was een geweldig jaar. 2016 zal, denk ik, nog spectaculairder worden op YouTube vlak dan. Voor de mensen die vuurwerk gaan afsteken, wees voorzichtig. Zie dat je al je vingers nog hebt in 2016, want je hebt je vinger nodig voor op die like-knop te duwen, hè, vriend. Of vriendin natuurlijk. Dus ik hoop dat ook jullie jaar geweldig was. Zoals dat van mij, of zelfs nog beter. En dan wens ik jullie allemaal succes in 2016. Alvast een fijn nieuwjaar aan iedereen. En ik zie jullie met een nieuwe video volgend jaar. Dat is de slechtste Vlaamse grap die ik ooit heb gemaakt. It's Dennis, for fuck's sake.